studiebegeleiding was en is nog steeds een van de hoofdpijlers van Kilalem. Want oorspronkelijk begon dus met drie hoofdpijlers, zowel de team onderwijs, cultuur als vrije tijd. En onze eerste focus was dat onderwijs, omdat we dachten, als je een hele gemeenschap wilt veranderen, moet je beginnen bij de allerkleinste. Weet je wat je gaat doen? Je gaat schrijven over deze boek. Je gaat een blad nemen en het... Ik heb geen blad. Ik ga je een blad geven, dan mag je schrijven. Is dat goed? Maar ik wil ook lezen. Eerst schrijven, dan lezen. Want je hebt al gelezen. We willen vooral jongeren van Afrikaanse afkomst motiveren, stimuleren, empoweren. Maar Kilalem is open voor iedereen. Dat moet je ook zien in onze huiswerkklas. Onze activiteiten zijn altijd heel multicultureel en heel divers. Begrijp je alles, Engels? Als er iets is, roep mij dan zo, als je iets niet begrijpt. Okay. Bij de huisopvervuiling hebben we een systeem van heen- en weerschriftje. Een Kilalem-schriftje noemen we dat. Wanneer de kinderen komen, we schrijven erin wat ze hebben gedaan op die dag. Als er eventueel commentaar zijn voor de ouders die ze kunnen lezen en als ze extra oefening moeten maken, dat staat er ook in. En de ouders op hun beurt kunnen dan ook inschrijven van kunnen letten op deze of er zijn bepaalde zaken waar we rekening moeten houden. Lukt het? Je hebt toch 6 geleerd of niet? Alsjeblieft. Je hebt 6 toch geleerd of niet? De maaltafel van 6. Ik zit daar nog niet helemaal. Schrijf hier de maaltafel van 6 op. En schrijf op de lijntjes. Die leggen alles goed uit, dat je dat begrijpt. En als je dat nu begrijpt, blijven die jou uitleggen. Ze helpen wel goed, vind ik. Doordat krijg ik wel goede punten. 10 op 10, 9 op 10, 8 op 10. Elke keer als ze hun rapport krijgen, zijn ze dan zo fier dat ze die altijd meenemen van oh meester, kijk, mijn rapport en ik heb geen buizen nu, of kijk daar, ik heb goede punten. Dus zijn zelf fier om die rapport te laten zien. Dat bedoel dat ze ook zien dat het beter aan het lopen is. Als je zo binnenkomt, al die kinderen, hallo meester, hallo meester. En meester kijk, meester dit. Dat geeft zo'n gevoel van oké, ik ben hier nuttig. Ik doe iets. Ik doe iets voor de gemeenschap en ik ben iets aan het teruggeven. Dus. Ja.